Bij Campus Spangen draait het allemaal om samenwerking tussen de buurtbewoners. Want dat is nodig in een wijk waar het vaak aan sociale cohesie ontbreekt, zegt initiator Nico van Splunter. Hij gaat veel de wijk in om mensen te spreken. De wijk op laten bloeien doe je namelijk niet vanuit kantoor, maar tussen de inwoners van Spangen. Spangen is een multiculturele wijk, een multireligieuze wijk ook. Waar mensen heel goed met elkaar kunnen samenleven. Elkaar waarderen in wie ze zijn. En dat kan natuurlijk altijd nog steeds beter. Hoi. En daar zou de campus ook een functie in kunnen vervullen om mensen bij elkaar te brengen. Maar mensen bij elkaar brengen is niet genoeg. De campus gaat op zoek naar de talenten van de Spangenezen en zorgt dat vraag en aanbod samenkomen. Nou, mensen hebben verschillende talenten. Misschien kan er iemand heel goed taarten maken. Maar dat is misschien wel een alleenstaande moeder. En die zit voortdurend te tobben met allerlei technische problemen in huis. Een stopcontact wat los is of een deur die geschilderd moet worden. Het zou mooi zijn als er iemand is die voor haar de stopcontacten kan maken. En die tegelijkertijd zegt van ik wil graag skypen met mijn neef in Australië. Maar ik zou niet weten hoe een computer werkt. Nou, het zou mooi zijn als we die mensen allemaal met elkaar kunnen verbinden. De ene die bakt een taart voor een buurtfeest. De ander gaat aan het schilderen. En weer een ander geeft een computercursus omdat hij er heel veel verstand van heeft. De campus hoopt in de toekomst mensen aan een opleiding, vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan te helpen. Maar om achter de talenten en wensen te komen is het belangrijk om de mensen te kennen. Gelukkig kent Nico de buurt op zijn duimpje. Als ik zo de straat hier kijk, dan weet ik van dat daar iemand woont en daar verderop. En dan, bij die mensen kom ik ook wel thuis en dan weet ik ook van dat is een drummer die daar woont. En, zo ken je de wijk, zo ken je de mensen in de wijk. En zo weet je wat mensen doen en waar ze mee zitten soms, wat ze lastig vinden. Om bekendheid aan de campus te geven werd dinsdagochtend een wijkontbijt georganiseerd in buurthuis De Huiskamer van Spangen. De aanwezige dames waren meteen enthousiast en steken graag de handen uit de mouwen. Gezelligheid met de anderen, hulp voor de ouderen, meedoen misschien met schoonmaak in Spangen. Ik vind het hartstikke goed dat zoiets hier is gekomen, want het brengt ons allemaal samen en dat we samen dingen met elkaar doen.